Hey iedereen, ik was net met mezelf aan het lachen omdat ik een vorige video, deze video opneem. En toen bedacht ik me dat ik eigenlijk de microfoon nog steeds had afgezet van de vorige keer. Dus ik was niet zo goed bezig. In ieder geval welkom in deze nieuwe video. En het thema van deze video is spiritueel ontwaken. Wat kan je allemaal verwachten? En daar kan ik je wel het een en het ander over meegeven. Vooral van mijn eigen ervaring. En waarom deze video nu? Geen idee. Mijn gidsen vertellen dat dit een goed moment is. En ik snap eigenlijk ook wel waarom. Omdat heel veel mensen zijn op dit moment spiritueel aan het ontwaken. Zijn een beetje de pedalen kwijt. Zijn de vaste structuren wat kwijt. Weten niet goed hoe dat de toekomst zal brengen. En dat maakt natuurlijk dat we getriggerd worden op allerlei vlakken. Nu, spiritualiteit is voor mij eigenlijk het kennen van jouw waarheid. Weten wat jouw waarheid is en ook leven vanuit die waarheid. Dat is voor mij spiritualiteit. En in het begin dat ik wakker werd. Ik zal het maar zo noemen, in het begin dat ik op het spirituele pad aan het lopen was, alhoewel op dat ogenblik had ik dat eigenlijk nog niet door, maar dacht ik vaak dat ik gek aan het worden was. Maar langs de andere kant gebeurden er zoveel dingen om mij heen, waardoor dat ik eigenlijk niet langer kon ontkennen dat er inderdaad dingen zijn dat we niet altijd met onze fysieke ogen kunnen zien. En zoveel jaren later, als ik eigenlijk terugkijk op die jaren dat ik al op het pad aan het lopen ben, hetgeen me het meeste wakker geschud heeft, was toen ik voor de eerste keer moeder geworden ben en mijn zoon, want dat is mijn eerste kind, mijn zoon, die was ongeveer 2 dagen oud, denk ik. Dus ik was nog altijd in het ziekenhuis, op de materniteit. En die nacht was mijn zoon niet te kalmeren. En ik herinner mij nog dat ik me zo in de steek gelaten voelde. Ik voelde me zo alleen. En ik wou eigenlijk ook niet constant de verpleegster zoeken. Nu, dat kwam eigenlijk omdat in de eerste nacht nadat hij geboren was, dan had hij zichzelf ondergespuugd, of hoe zeg je dat? En ik dacht dat je verplicht was om altijd de verpleegsters te laten weten hoe of wat, zodanig dat ze konden opschrijven wat dat er eigenlijk gebeurde met jouw kind. Nu, dat hadden ze niet opgeschreven. Ze hadden eigenlijk opgeschreven dat ik mezelf niet kon redden. En ik, wat? Nu, in ieder geval, zo koppig als ik ben, zou ik dus eigenlijk voor geen geld ter wereld hen die nacht ook opbellen en vragen van wat zou er misschien aan de hand zijn, wat kan ik doen? Maar dat maakte dus dat ik mij op dat moment helemaal alleen voelde. Hè. Je had ook geen familie rond jou heen. Je zit daar alleen met jouw kind. En ik liep van de ene kant van het bed naar de andere kant van het bed. En de hele tijd zo van de ene kant eigenlijk van de kamer naar de andere kant van de kamer. Met mijn zoon op mijn armen en aan het wiegen. Aan het sussen, tegen hem aan het praten. In de hoop om hem eigenlijk een beetje stil te krijgen. Want natuurlijk, op de materniteit lig je er niet alleen. Er zijn nog een aantal moeders die daar liggen. En ik wou natuurlijk niet dat iedereen in die gang wakker werd door mij en door mijn kind. Nu, in ieder geval, terwijl ik daar eigenlijk in zelfbeklag bezig was, kreeg ik op een bepaald moment het idee om hem bij me in bed te leggen. Hè? Want ik was moe. Het enige wat ik eigenlijk wou doen was gewoon slapen, wou maar rusten. En toen kreeg ik het idee om hem bij me te leggen, dicht tegen mijn hart, zodanig dat hij eigenlijk mijn hart kon horen, mijn hartslag kon horen, net zoals dat ze ook in de baarmoeder horen. Dus ik deed dat en ik deed het licht uit, probeerde wat te rusten. En wellicht nog geen 2 minuten later, want ik was zo net in slaap aan het sussen, begonnen mijn oren heel hard te suizen. En ik wist eigenlijk niet goed wat er aan de hand was. Dus eigenlijk als reactie daarop deed ik mijn ogen open. En zag ik in de linkerhoek van de kamer, helemaal bovenaan aan het plafond, een grote bol energie. Want in het begin dacht ik nog dat dat iets te maken had met de televisie, maar dat was dan niet zo ver ervan. Maar dat was dus niet. Het was een grote bol energie. En ik was zo hard geschrokken dat ik supersnel het licht aan deed. En ondanks het feit dat ik eerst niet bang was, werd ik wel bang. Doordat ik eigenlijk op dat moment dan niet meer kon verklaren van wat er eigenlijk gebeurd was. Mijn logische verstand kon dat maar niet vatten, wat ik gezien had, wat ik ervaren had, wat er gebeurde met mijn ogen en zo. Ik begreep het niet.
Maar ondanks dat alles was mijn zoon wel in slaap gevallen, was hij eindelijk tot rust gekomen en heb ik hem in zijn bedje kunnen leggen en ben ik daarna eindelijk na een lange tijd al wel in slaap gevallen, want ik was natuurlijk nog bezig met datgene wat er gebeurd was. Ik moet zeggen, die nacht eigenlijk, sliep hij ook langer dan wat hij normaal zou doen voordat hij, dat hij weer voeding nodig had. Waardoor dat ik uiteindelijk toch wel een paar rustige uren had gehad en het toch wel wat had kunnen opladen. Nu, wat was er gebeurd? En dat ben ik eigenlijk maar een jaar later te weten gekomen. Dat was een van mijn gidsen, of mijn gidsen, die daar verschenen zijn als een bol energie om te laten weten dat ik niet alleen was. En zij hielpen mij eigenlijk met het kalmeren van mijn zoon. En nog steeds zie ik dat moment eigenlijk als mijn echte ontwaking, eind 2008. Alhoewel dat ik dat op dat moment niet zo ervaarde en totaal niet als het beginpunt van een nieuwe cyclus zag, integendeel. Maar nu, bijna 12 jaar later, is er eigenlijk al zoveel gebeurd, dat als ik erop terugkijk, dat dat eigenlijk wel het beginpunt geweest is. Of het eigenlijk hetgeen is die het meeste. Die doorbraak heeft gegeven om wakker te gaan worden. Na de geboorte van mijn zoon en al het opnemen van al de verloven die mogelijk waren, ben ik dan op eerst fulltime gaan werken. Ondanks het feit dat ik eigenlijk niet meer de emotionele voldoening had van mijn werk als voorheen. Want ik liep eigenlijk ook constant tegen vaste structuren aan. En omdat ik voelde dat alles zoveel gemakkelijker en anders kon gaan. Maar ja, geen gehoor kreeg en eigenlijk ook weinig kan veranderen aan dingen die te maken hebben met de staat en vaste oude, ja, logge structuren. Nu, uiteindelijk bleef ik gaan en bleef ik werken, pushte mezelf tot het uiterste. Maar de onderbroken nachten door natuurlijk borstvoeding te geven, een kind die nog niet altijd doorslaapt en in shiften werkten, eisten hun tol. Dus ik werkte als politieambtenaar, voor de mensen die dat nog niet wisten. Wat dat ook maakte dat ik ook met veel mensen in contact kwam. En op dat ogenblik was mijn energieveld, mijn aura nog veel te open, waardoor ik eigenlijk alles aanvoelde en van iedereen energie overnam om te healen. In een van mijn vorige video's heb ik daar ook over gesproken. Dus ik nam energieën over, ik nam blokkades over om die mensen te healen en alles te gaan transformeren. Maar dat gebeurde allemaal onbewust en ik wist totaal niet wat er eigenlijk gebeurde. Maar dat maakte dus natuurlijk dat ik mezelf altijd maar verder en verder en verder aan het uitputten was. Totdat ik uiteindelijk in een burn-out terechtgekomen ben. En de burn-out was eigenlijk tegelijkertijd het einde van dat deel in mijn leven. En tegelijkertijd het begin van mijn nieuwe deel. Dus eigenlijk een tijd waarin dat ik nog meer tijd en energie kon steken in die echte ontwaking, in de echte ontwikkeling. Tussen 2008 en 2013 ging eigenlijk alles in de zin van gaan werken. Zat ik constant vast, voelde ik mij ook vastzitten. Ik was ook ziek van het minste dat er iets was, dan had ik het. Uiteindelijk was het zo erg dat ik zelfs midden in de zomer met een bronchite rondliep, terwijl ik vroeger bijna nooit ziek was. Dus voor mij waren dat allemaal tekenen dat er echt iets moest gaan veranderen, dat er echt iets moest. Dat ik echt eerlijk moest zijn met mezelf en moest gaan uitzoeken van wie ben ik nu, wat wil ik nu naartoe en wat maakt dat ik niet gelukkig ben. En uiteindelijk ben ik in februari 2013 een ziekteverlof gegaan, afhankelijk. Ik had al verlof zonder wedden en ouderschapsverlof aangevraagd om in dat jaar op te nemen. Maar om nog verder te gaan werken tot dan dat mijn verlof begon, dat lukte me echt niet meer. Ik was gewoon op. Ik kwam op het werk, begon te wenen. Ik kon het gewoon niet meer aan. Ik was echt uitgeput. Dus ik ben eerst een stukje in ziekteverlof gegaan. Heb al mijn ouderschapsverlof opgenomen. Nadien verlof zonder wedden. Om uit te zoeken welke weg ik wou opgaan. Ik had het idee om gewoon ander werk te gaan zoeken. En ergens anders met mijn diploma van bachelor in de psychologie ergens anders te gaan werken. Nu, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Nu, in ieder geval, ik ben lessen gaan volgen. Gaande van persoonlijke ontwikkeling, waar dat ik werkte aan verdriet, aan ontgoochelingen uit mijn kindertijd. En door het feit dat ik eigenlijk een bachelor in de psychologie gevolgd had op de hogeschool, begon mijn hart weer op te laden, begon mijn hart weer blij te worden. Want dat is iets waar ik zo door gepassioneerd was, die me zo triggert, ik kan daar zo diep in gaan en dat is echt iets wat mijn ziel ook voedt.
Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat ik een stukje weer passie teruggevonden had. Namelijk eigenlijk mezelf weer beter gaan voelen. Maar ondertussen zorgde ik ook voor mijn twee kinderen. Ondertussen was ook mijn dochter geboren. En die was op dat moment net 2 jaar of iets meer dan 2 jaar. En ik deed ook allerlei jobs, zodanig dat ik die kon combineren met het er zijn voor mijn kinderen als ze niet op school waren of als hun vader gaan werken was en ik dus bijvoorbeeld dan voor de opvang van hen zorg. Wat heb ik allemaal gedaan? Ik heb Tupperware verkocht. Ik ben enquêtes gaan afnemen van mensen. Ik heb verzekeringen verkocht. Ik startte zelfs een streekservice. Ik ging gaan helpen in de frituur. Allee, kortom, ik ben eigenlijk nooit de persoon geweest om stil te zitten. Dus ik heb altijd wel gezorgd dat er iets binnenkwam. Maar het probleem was dat niets mij het blijvende geluk bracht, wat ik eigenlijk diep naar op zoek was. Niks wat ik zoiets had van, dit is het nu, dit wil ik nu de rest van mijn leven gaan doen. Want eenmaal dat ik het gedaan had, dat ik gevoeld had wat dat was, of eenmaal dat ik eigenlijk een aantal promoties gemaakt had en niet meer verder kon, verloor ik die verbinding ermee. Het zei me niks niet meer. En als indigo-energie heb ik eigenlijk die verbinding nodig om te kunnen blijven gaan voor iets, om me blijven te kunnen inzetten voor iets. Dus naarmate dat ik verder eigenlijk liep op het pad en meer de spirituele kant ook ontdekte, ben ik ook esoterische cursussen gaan volgen, meer spiritueel gerichte cursussen. Dus ik leerde over de Tree of Life. Ik leerde channelen, ook al kon ik dat eigenlijk al. Je zou kunnen zeggen dat mijn logische verstand geleerd heeft wat mijn ziel en mijn hart reeds wist. En zo volgde ik ook een healing cursus, dat hetzelfde was. Ik kon eigenlijk al wel healen, maar ik wist het gewoon niet. Maar ik verdiepte me ook in cursussen over kristallen, over feeën en elfen, over aromatherapie, over kruiden, over het leven volgens het ritme van de maan. Wat heb ik nog gedaan? Ik verdiepte me in astrologie en ontdekte uiteindelijk meer en meer over mezelf. En waarom dat ik eigenlijk op een bepaalde manier reageerde, waarom dat ik op een bepaalde manier mee voelde, waarom dat ik mij op een bepaalde manier gedroeg. En ik ontdekte ook dat alles wat eigenlijk in mijn leven gebeurd was tot dan geen toeval was. Het waren allemaal lessen die gestuurd werden en die gepland waren vanuit mijn ziel en vanuit mijn hogere zelf. Zo heb ik ook heel veel boeken gelezen. Heel in het begin dat ik gestopt was met werken, ben ik aan yoga gaan volgen. Waarom? Omdat ik altijd maar yoga, yoga, yoga door mijn hoofd kreeg of hoorde. Dus ben ik dat gaan volgen. Uiteindelijk ben ik dan later zelfs een cursus gaan volgen voor kinderyoga te kunnen geven. Kortom, ik heb me ook verdiept in cursussen rond coaching. Dus eigenlijk in die jaren nadat ik eigenlijk gestopt ben met werken bij de politie, ben ik eigenlijk mijn kennis en mijn vaardigheden gaan aanscherpen, gaan verdiepen. En eigenlijk heel veel zaken wat ik niet wist dat ik het kon, eigenlijk me terug gaan herinneren. Eigenlijk oude verloren kennis of zaken dat ik eigenlijk uit vorige levens heb meegekregen. En eigenlijk ook automatisch al deed, maar mij niet bewust van was, maar met mijn logische verstand, ben ik me eigenlijk gaan herinneren. Totdat ik eigenlijk op het punt kwam dat er geen enkele cursus nog was die mij iets leek bij te brengen. Antwoorden die ik op vragen dat ik had, kreeg ik eerder door in gesprek te gaan met mijn gidsen dan van andere mensen. En toen werd ik herinnerd aan iets wat een van mijn eerste spirituele leraren of een van de eerste mensen waar dat ik onder andere een healingcursus bij gevolgd had, die thema had gezegd van Lindsay, wees je bewust dat er op een dag komt dat je enkel nog zou kunnen leren van de opgestegen meesters, omdat alle aardse kennis al in jou aanwezig zit. En wanneer iemand zoiets tegen jou zegt, dan denk je van, ah ja, zal wel. Totdat je uiteindelijk echt op het punt komt. En dan komt erop neer dat je meer en meer ook gaat gaan vertrouwen in jezelf en in de verbinding die je hebt met je gidsen en met die opgestegen meesters, met de bron, met het universum, of wat je het ook wil zeggen. Nu, waar dat ik vroeger ongelooflijk veel angst zou gevoeld hebben bij alles wat er nu in de wereld aan het gebeuren is, voel ik net nu een enorme rust. Waarom? Omdat ik weet. Ik weet en ik maak me ook geen zorgen. En ik heb het vertrouwen, of eigenlijk het vertrouwen dat ik de laatste jaren heb opgebouwd en de connectie die ik heb met mijn gidsen en lichtwezens,
laten mij ook het toe om het grotere geheel van alles te gaan zien. Ik wist ook dat er een aantal zaken gingen komen. Ik wist natuurlijk niet dat het in de vorm van een virus zou zijn, maar ik wist dat een aantal zaken gingen gebeuren. En dat laat me allemaal toe, zodat ik hier nu op een heel rustige en, ik zou bijna kunnen zeggen, rationele manier, maar eigenlijk is het net niet rationeel, maar dat ik eigenlijk alles wat ik weet en doorkreeg van mijn gidsen kan doorgeven aan jou en aan iedereen die met mij connecteert, die naar mijn video's kijkt, die mijn blogs lezen, mijn podcasts horen, die hier op sessies komen, die klanten zijn en zo meer. Nu, ik leef ondertussen al een paar jaar vanuit het eenheidsbewustzijn, dus vanuit dat Christusbewustzijn of hoger bewustzijn, of hoe dat je het ook wel noemt, het maakt niet uit. En merk dat het heel moeilijk is om uit te leggen wat dat er eigenlijk precies veranderd is. Want uiterlijk is er op zich zo niet veel veranderd, alhoewel dat ik wel een aantal kilo's ben afgevallen of verslankt, door meer in lijn te komen met mezelf, door blokkades op te lossen. Maar dan nog, is moeilijk om uit te leggen van, het is dat, dat, dat en dat, en dan ben je er. Want één, spirituele groei is ook voor iedereen anders. En iedereen heeft ook een andere uitdrukking van de bron, en iedereen heeft ook een andere trilling. En als ik zeg, ik ben opnieuw mezelf geworden, dan gaat jou dat uiteindelijk ook wel echt niet zoveel helderheid brengen. Het is eigenlijk voornamelijk wanneer je gaat gaan leven vanuit een hoger bewustzijn of dat eenheidsbewustzijn gaat gaan integreren, gaat het er eigenlijk over dat je een andere gemoedstoestand hebt. Een andere manier van naar het leven te kijken, vooral een andere manier van leven vooral. En als ik dan over mezelf of naar mezelf en naar mijn eigen leven kijk, dan heb ik eigenlijk een leven gemanifesteerd waarbij ik mijn eigen natuurlijke ritme kan volgen. En dat was iets dat ik eigenlijk wel heel belangrijk vond. En dat ik eigenlijk wel, onbewust voor een stuk, een aantal jaren heb overgedaan om dat echt te manifesteren. Om dat echt in mijn leven te gaan creëren. Wat dat maakt natuurlijk, als ik nu nood heb aan rust, dan beslis ik gewoon om een dag niks te doen. Om gewoon mijn ritme te volgen, mijn eigen gevoel te volgen. Heb ik zin om te lezen, dan ga ik lezen. Heb ik zin om een video te maken, maak ik een video. Heb ik zin om een hele dag Netflixen, dan doe ik dat. heb ik veel inspiratie en krijg ik veel downloads. Dan werk ik tot 's avonds laat. Vergeet ik alle tijd en ruimte om me heen. Dan vergeet ik zelfs om te eten. En week of weekend, elke dag is in mijn wereld dezelfde. Ik heb eigenlijk geen weekend nodig om uit te rusten. Want ik doe wat dat ik nodig heb op het ogenblik dat ik het nodig heb. En ik wacht niet tot het weekend is, of tot het een bepaalde dag is, of tot het een bepaald uur is. Wat heb ik anders nog veranderd? Ik koos ervoor om meer mijn natuurlijke producten te gebruiken. Zowel voor het huishouden, als voor onze verzorging. Omdat ik merkte dat niet alleen ik zelf, maar ook mijn kinderen heel gevoelig werden aan, of waren aan die chemische stoffen die in heel veel producten zitten. Waardoor dat ik eigenlijk door me ook te gaan verdiepen in aromatherapie, gevonden heb wat dat ook allemaal de chemische stoffen doen met jouw huid, met jouw lichaam. Want uiteindelijk, je huid is het grootste orgaan, ik hoef je dat waarschijnlijk niet te vertellen. Dus het is belangrijk dat je eigenlijk je ook, de kleren dat je draagt, de producten die je zelf mee wast en verzorgt, dat je ook weet wat dat daarin zit en dat je niet constant met chemische producten gaat gaan belasten. Dus ik verdiepte me in aromatherapie, heb ook verschillende oliën uitgezocht, sommigen bleken dan synthetisch te zijn, dus eigenlijk gewoon gemaakt in de fabriek. En andere, die zijn natuurlijk iets duurder, maar die zijn ook gemaakt van echte planten, die ook zuiver en puur en natuurlijk gekweekt zijn, met respect voor de natuur. En dat is hoe dat ik eigenlijk uiteindelijk terecht gekomen ben bij de olie van Young Living. Waarom? Het is belangrijk om ook, en als je voor een natuurlijke levensstijl en een leven vanuit een hoger bewustzijn gaat gaan kiezen, dat je natuurlijk die lijn ook doortrekt in alles wat je doet. En de natuur kent ook zijn natuurlijke ritmes. Dat betekent dus bijvoorbeeld ook dat lavendel, als je lavendelolie of lavendelwater gaat gaan gebruiken, dat onmogelijk is dat dat een hans jaar door beschikbaar is. Want je kan niet het hans jaar door lavendel gaan oogsten, dat is onmogelijk. Dus dat kan zijn dat plots de stok op is en dat alles uitverkocht is. En dan moet je wachten tot een nieuwe oogst. En soms zit het dan echt in kleine dingen.
Zie maar hoe dat er gebeurt met het minder plastic en zo. Dat is ook allemaal te maken met het verruimen van bewustzijn, met respect voor de natuur. Maar verder heb ik ook gedaan zoveel mogelijk eten volgens het seizoen. Kiezen voor streekgebonden producten. En zeker ook nu bijvoorbeeld, het versterken van je immuunsysteem. In plaats van te kiezen voor het behandelen nadien met chemische medicatie en zo verder. Kan je ervoor kiezen om je lichaam te gaan versterken voordien, vooraf, door het gebruik te maken van aromatherapie, door het gebruik te maken van kruiden en zo meer, van vitamines. Om daar ook heel bewust mee om te springen en dat te combineren met gezonde en voedzame voeding. Ik zeg niet dat medicatie moet volledig afgeschaft worden, alhoewel dat ik heel sterk geloof in het feit dat we, als we allemaal zodanig ver geëvolueerd zijn, dat we die ook niet meer nodig hebben, omdat we via healing en het werken met energie en de juiste zaken ons lichaam heel goed kunnen gezond houden, maar zover zijn we nog niet. Dus als je zelf medicatie nodig hebt, alsjeblieft blijf dat ook verder gebruiken en volg daarin je eigen intuïtie en je eigen adviezen natuurlijk. Een andere keuze dat ik ook heel bewust gemaakt heb, is eigenlijk in 2019, dus vorig jaar, om te kiezen voor thuisonderwijs. Thuisonderwijs om dat te geven aan mijn kinderen. Een stukje door de dingen waar dat zij tegenaan liepen. En eigenlijk ook een stukje wat dan nog het enige was die mij beperkte in het leven en het volgen van mijn natuurlijke ritme. Want je bent natuurlijk, als je naar school gaat, gebonden aan de uren en de schooltijden. Wat dat wij nu op dit moment niet meer hebben. Maar dus, we zijn dus gestart met thuisonderwijs allemaal, zodat we eigenlijk een leven zouden kunnen gaan vormgeven volgens hogere normen, volgens de waarden die alleen zijn met mijn verruimde bewustzijn. Namelijk leven vanuit het hoge bewustzijn, leven vanuit dat eenheidsbewustzijn. En ik merk dat mijn kinderen ook leerden, of heel wat geleerd hebben, rond het werken met energie, doorheen mijn eigen ontwaking. Zo communiceren ze bijvoorbeeld ook met engelen, werken ze ook samen met engelen wanneer ze pijn hebben of zich ziek voelen of emotioneel zijn. Maar ze weten bijvoorbeeld ook hoe dat ze hun energie moeten gaan beschermen als ze in grote groepen komen, als ze bij mensen dat ze niet kennen, zodanig dat ze niets overnemen, want die zijn heel gevoelig en die doen dan nog meer dan wat ik misschien op dit moment doe. Maar ze verbinden zich ook met dieren, bijvoorbeeld op een telepathische manier. En ze hebben net zoals vele andere kristalkinderen een heel diep respect voor alle levende wezens. Ondanks het feit dat ze evengoed Nintendo en allerlei andere spelletjes op de computer en weet ik wat allemaal spelen. Maar dat is net ook het mooie eraan, dat het leven vanuit een hoger bewustzijn, dat is niet iets onbereikbaars, iets geiten wollen sokken, hoog in de hemel, wereldgedoe. Zoals ik al zei, echte spiritualiteit moet goed gegrond zijn om echt die goede verbinding te hebben met je bron en met je gidsen. Waarom vertel ik dat allemaal? Eigenlijk allemaal om jou een beeld te geven over hoe dat leven vanuit een hoger bewustzijn heel aards is. Het enige of het belangrijkste dat er verandert is dat je anders gaat gaan kijken naar de wereld, naar jouw leven en dat je jou niet gaat laten meeslepen in emoties van anderen. Ik heb wonden aangekeken en ik heb diepe kwetsuren in het licht gebracht om te helen. Ik heb vader- en moederwonden, trauma's ontstaan uit vorige levens en ballast van voorouderlijke lijnen. Ik heb dat allemaal reeds achter de kiezen. Ik heb dat allemaal aangekeken, allemaal getransformeerd. Maar ook ik groei nog elke dag verder. Ook als tweelingvlam word ik ook nu geconfronteerd met zaken die nog bij mijzelf niet in balans zijn, die nog mogen geheeld worden. Zaken die ook eigenlijk te maken hebben met collectieve geheel. Maar daar gaat deze video nu op zich niet over. Maar gewoon maar om te zeggen dat je nooit volgroeid bent in het leven. En zelfs na dat leven gaat de groei en eigenlijk de uitbreiding van je ziel oneindig verder. En dat is ook hetgeen wat ik eigenlijk als tweelingvlam ook het laatste jaar echt ook ervaren heb in de realiteit. Wat dat echt betekent om een tweelingvlam te zijn. En specifieke dingen dat ik daarover geleerd heb en ervaren heb, ga ik een aparte blog schrijven of video over opnemen. Want dat is ook niet niks. En dat zijn ook heel veel zaken waar ik bewust van ben dat heel veel mensen daar nood aan hebben om daar ook meer over te leren, meer over te ontdekken, hoe daar relaties anders verlopen vanuit dat hogere bewustzijn.
hoe dat zielsconnecties ontstaan, wat dat er belangrijk is, waarom dat persoonlijke ontwikkeling ook belangrijk is en die zielsconnecties. Rond nieuwe templates, rond echtscheidingen en zo maar meer. Maar dat is allemaal voor in een andere video. Als ik me daartoe geroepen voel of klaar, de tijd ervoor rijp is, zal ik zo zeggen. Maar hetgeen waar dat hier deze video over gaat, was spiritueel ontwaken. En dat is hetgeen waar ik de afgelopen, laten we zeggen, 12 jaar eigenlijk een stuk bewust en een stuk onbewust heb gedaan. Ik ben naar het donker gegaan. Ik heb in de schaduw van mezelf gestapt. In plaats van weg te lopen van het verleden. Van mijn verleden, van mijn collectieve verleden, van mijn voorouderlijke verleden. Want uiteindelijk, het verleden is er om van te leren. En niet om er van weg te kijken. Want wat gebeurt er? Hoe meer je wegkijkt van je verleden, hoe meer je gevoelens van verlatenheid, frustratie, afgewezen worden, niet genoeg zijn. Niet gezien worden, niet gehoord worden, niet erkend worden, niet geliefd zijn, of het gevoel van niet gewenst te zijn, hoe meer je dat allemaal gaat gaan ervaren en gevoelen. Waarom? Net omdat je het zou gaan aankijken, net omdat je het zou zijn van oké, ik heb jou gezien, ik transformeer het nu en ik laat het nu los, zodat mij niet langer gaat gaan beïnvloeden. Want wanneer je alles in die schaduw laat, wordt die kracht ervan altijd maar groter en groter, totdat we uiteindelijk ziek worden. Fysiek, mentaal of emotioneel, het maakt niet uit. Maar er is een disbalans in jouw zijn. Je energie is uit alignment. Of is eigenlijk niet meer afgestemd op de bron, nog op de aarde. Dus je bent niet meer mooi verbonden met je vrouwelijke en je mannelijke energie. Met de bron, met je moeder en je vader. Met de aarde en met de zon. En dat maakt dus dat je je eigen ballast die in je systeem hebt, dat je opgenomen dat je opneemt, je eigen ballast kan je niet meer kwijt. En er komt ook geen toevoer meer van verse energie. Waardoor dat je ongelukkig wordt, je hebt het gevoel dat je vastzit, je ziet geen uitweg meer. En uiteindelijk kom je misschien zelfs op een punt dat je zegt van, voor wat heeft mijn leven hier eigenlijk wel nog allemaal zin? Kortom, op dat moment voel je jou één groot slachtoffer van allerlei complottheorieën. Het is iedereen zijn schuld, behalve die van jou. En ja, het klopt dat er inderdaad vele waarheden zijn die op dit moment het licht nog niet zagen en die de komende jaren helderder zullen worden. Maar laat dat je niet weerhouden om nu verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven. Je bent hier nu op dit moment omdat je ziel wil groeien. Je ziel wil in ere hersteld worden. Je ziel wil opnieuw kunnen gebruik maken van al je talenten en je gaven. Hoe komt het dat je die meekreeg? Niet voor niks, hè? Niet om de kamer mee te behangen, nee. Je talenten en je haven heb je meegekregen om te gebruiken voor ieders hoogste goed. Niet alleen voor jouw hoogste goed, maar voor ieders hoogste goed. Zodanig dat we allemaal samen hemel op aarde kunnen creëren. En dat is niet langer een utopie. Weet je, zelfs als kind zei ik altijd, ik kom de wereld redden. Of wat wil je later worden, ik ga de wereld redden. Of iets in die aard. Ik zou eigenlijk moeten vragen aan mijn moeder hoe dat ik daarnet, op welke manier dat ik dat vroeger zei. Maar, lieve mensen, wat denk je dat we nu aan het doen zijn? Het is tijd. Tijd om het grotere plaatje te zien. Tijd om het grotere geheel te zien. Verlos je van oude templates. Verlos je van de oude structuren. Want we zijn allemaal een creator van ons eigen leven. We creëren zelf ons eigen leven. En het is mijn taak om jou op weg te zetten. Om jou de weg te tonen. Zodanig dat jij ook met jouw talenten en jouw haven naar buiten komt. Om die wereld te gaan verbeteren. En de reden van de wereldwijde quarantaine is eigenlijk omdat mensen zichzelf zouden tegenkomen. Dat mensen de tijd zouden nemen om opnieuw te verbinden met het kostbaarste geschenk ooit. Misschien tijd. Misschien familie. Maar een kostbaarste bezicht of geschenk ooit is hun eigen leven. Hun eigen essentie, hun eigen authentieke zelf leren kennen. En je weet het of je weet het niet, maar mensen moeten soms gedwongen worden om naar binnen te gaan. Om eerlijk te worden met zichzelf. En dat is hetgeen wat er nu gebeurt. En je buitenwereld, je realiteit, is eigenlijk een spiegel van waar dat er nog schaduwen zijn in jezelf. En dat is een van de wetten van het universum.
Zo binnen, zo buiten. Dus aan de hand van hoe dat jouw wereld eruit ziet, kan je weten waar dat je nog werk te doen hebt. En dan moet je jezelf de vraag stellen: waar zie je, waar voel je, waar ervaar je nog problemen, frustraties, conflicten, belemmeringen, hindernissen, noem het maar op. Dat zijn allemaal zaken die tonen aan jou, die jouw spiegel zijn en die tonen wat dat jij nog mag veranderen. Dus het is hoog tijd om hier bewust mee om te gaan. En om te leren je manifestatiegaven op een zuivere manier te leren gebruiken. Laat me deze video afronden met te zeggen van, als je dan toch een keuze hebt tussen een negatieve afloop en een positieve afloop, ja, waarom zou je dan niet gewoon kiezen voor de positieve afloop? Dus schijn je licht op het donker. Geef liefde waar angst heerst. En open dan je ogen en kijk hoe jouw wereld verandert. En kijk hoe jouw wereld er zal uitzien zoals mijn wereld nu. Vrede, harmonie, balans, rust, compassie en onvoorwaardelijke liefde. Dat zijn zaken die ik elke dag mag ervaren. En als er nog eens angst opkomt, één, dan is het vaak angst dat ik voel van anderen. Maar als het van mezelf is, dan is het een teken voor mezelf dat daar nog iets is die mag geheeld worden en mag getransformeerd worden. Lieve mensen, we zijn begonnen. We zijn begonnen met het grote experiment af te ronden van de vrije wil. We zijn begonnen met het creëren van een nieuwe wereld. En de vraag is maar, ben jij er ook klaar voor? En als dat zo is en je voelt dat je op dit moment vastzit of je zit nog niet waar je zou moeten zitten en je wilt wat ondersteuning, weet dan dat ik altijd voor jou klaarsta en dat ik altijd met heel veel plezier en enthousiasme en heel veel passie natuurlijk samen met jou ga kijken wat jij op dit moment nodig hebt. Zo, genoeg gepreekt voor vandaag. En ik wens je nog heel veel liefde en heel veel licht. En als er iets is wat we niet moeten, is meegaan in angst op dit moment. Dus kies gewoon voor liefde en voor licht. Dag.